Menzo inmiddels in Arnhem. Alfons Arts voor het eerst op de bank als hoofdtrainer. Tot 1 januari in ieder geval. Van Cambuur Telstar op bezoek. Dit is vlak voor rust, de 42e minuut. Maci schiet de bal langs doelman Varkenvisser van Telstar. Even daarvoor had Cambuur al op de paal geschoten. Nu dus de voorsprong via Nasir Maci. Genoteerd door Alfons Arts. In de tweede helft dan Djazi, die wegloopt bij Rustenberg. De bal nog even rustig aanneemt en hem binnenloopt. Kort na rust, 49e minuut. Djazi met de 1-1 namens Telstar. Telstar, waar het dus ook niet erg rustig was met die Twitter-affaire rond Boulet en Poortvliet. Boulet de hele wedstrijd op de bank. Dit is een overtreding van Correa, gezien door Paul van Boekel. Die na die fout bij Twente ADO hier mocht of moest fluiten. Correa had al geel, krijgt rood, mag er vanaf. Zo zwaar was die overtreding toch niet. Achter de bal, Beekmans. Maar achter de bal is niet een doelpunt per se bij een penalty. Beekmans schiet over. En zo mist Cambuur de enorme kans op een 2-1. En heeft Poortvliet, weliswaar met 10 man, nog alle kans op een punt of meer. Om mee over de afsluitdijk terug te nemen naar IJmuiden. Dat punt komt er uiteindelijk niet. Kotsch koopt Cambuur naar de overwinning. De kleinste man van het veld profiteert van een misverstand achterin bij Telstar. Alfons Arts begint met een overwinning als trainer van Cambuur.